Hihi, makeover tijd. Laten we van lichaam wisselen. Het staat je echt goed. Wauw, nog eentje? Cool, ik ben van gedachten veranderd. Ga terug naar de prullenbak. Wauw, waar ben ik? Baby? Ze heeft mij helemaal niet nodig. Hihi. Wat moet ik nu doen? Oh, ik kan niet rondlopen met zo'n gezicht. Het is tijd om te laten zien wie ik werkelijk ben. Wees niet bang. Eerst moeten we het masker aanbrengen. Laten we een speciale crème toevoegen. Geweldig! Acne maakt geen schijn van kans. Voilà, veel beter. Nu ga ik mijn wenkbrauwen knippen. We hebben een casual make-up nodig. Niet slecht, maar het kan helderder. Precies wat ik wilde. En natuurlijk een lippenstift. Troom truck. Wat een schoonheid. Wauw, ik voel me als nieuw. Welke oogkleur moet ik kiezen? Misschien deze? Hoe zit het met rood? Ik denk dat ik gewoon een blondine met blauwe ogen zal zijn. Dus wat denk je? Wil je nog wat thee? Het is mijn favoriet. Wees voorzichtig. Zorg ervoor dat je je niet verbrandt. Het is erg heet. Help jezelf. Ik vergat, je drinkt geen thee. Huh? Waarom ruikt het naar jasmijn? Ik moet mijn haar drogen. Ik kan niet rondlopen met nat haar. Ik wil niet verkouden worden. Nu kan ik nadenken over een nieuw kapsel. Sneeuwblond. Ik heb er zo lang over nagedacht. Denk je dat een bob bij mij past? Ik begin het leuk te vinden. Nu heb ik alleen nog een boog nodig. Trom truc. Ziet er veel beter uit. Zo cool, toch? Hé, hey. Oh, ik heb honger. De hotdogplank. Help! Laten we ketchup niet vergeten. Mmm, eet smakelijk. Oh, zo gaaf. Oh, bloed? Oh, ketchup. Het spijt me. Het is oké. Het is tijd dat ik mijn outfit verander. Ik zal helpen. Hé, hey. Oh, je maakt het nog erger. Stop. Je hebt gelijk. Sorry. Misschien wil je een stukje? Bedankt. Ik ben op dieet. Oké dan. Ja, wauw. Ik weet hoe ik een vuile jurk moet vervangen. Eerst moeten we een nieuwe tekenen. Ik weet zeker dat het geweldig zal worden. Geweldig. Knip nu langs de contour. Ja, maar het is te saai. Misschien deze? Nee, te donker. Wat nog meer? Wauw, het is perfect. Verbazingwekkend. Ik ben een echte prinses. Ugh, wat is dit, pap? Barbie, deal ermee. Ja, ik begrijp het. Vaarwel, kauwgom. Oh, wat is dat? Woef, zo stroperig. Ew, ik moet dit afwassen. Of in ieder geval afwassen. Laat me met rust. Het werkt niet. Ik heb een idee. Zal het werken? Wat voor soort kauwgom is dat? Oh, ik ken een lifehack. Het enige wat we nodig hebben is een beetje ijs en de kauwgom komt eraf. Oh, wauw. Het is zoveel gemakkelijker. Bijna alles is weg. Wauw, perfect. Wacht even, mijn handen. Ze zijn zo droog. Het is gewoon een nachtmerrie. Ik weet wat te doen. Wij hydrateren ze in een aquarium. Laten we wat parels en lotions toevoegen. Wat een show. En natuurlijk een beetje roze. Mijn handen zullen er dol op zijn. Laten we duiken. Wauw, zo leuk. Ik voel ze zachter worden. Zo cool. Luister, iemand moet mij naar school brengen. Het is tijd om te leren autorijden. Vroom! Oh, wacht even. Ho, wat is er gebeurd? Laat mij je helpen eruit te komen. Bedankt, ik reken echt op je. Wat moet ik doen? Oh, het krachtelixer? Het is krap. Hoeveel kracht heb ik nodig om het te openen? Kom op. Wachten, er zitten instructies bij. Aha, ik heb het begrepen. We hebben likes nodig om het te openen. Ach,
Ik hoop dat de jongens ons willen helpen. Like deze video om mij te redden. Ja, en ik zal heel sterk worden. Net als dit filmpje. Kijk, het werkt. Schiet op. Ik zal het niet lang volhouden. Laten we erop duwen. Oh, we hebben het gedaan. Jij bent de beste. Gaan. Framboos. Laten we het nu proberen. Wauw, ik ben een hulk in een jurk. Bedankt, ik help je graag. Oh, zo ongemakkelijk. Misschien op deze manier? Wauw, wat een coole ring. Wat is dat? Diamanten. Oh, wacht. Ik heb iets voor je. Waar is het? Gevonden. Ik was op zoek naar jou. Geweldig. De coolste ring. Pak aan. Wauw, zo cool. Vind je het leuk? Ziet er prachtig uit. Niet echt. Laten we het oplossen. Dit is precies wat er ontbrak. Nu is het perfect. Wauw, bedankt. High five. High five. Ik ben zo moe. Je zult mij nooit verslaan. Geef mij het snoepje. Pas op. Waar is het? Oh. Brrr. Geen tijd om te ontspannen. Oh, nee. Mijn snoepje. Ah, dus het is van jou. Pak aan. Auw, jij hebt zuchtige. Wat? Hey, monster. Ga weg, monster. En durf me niet nog een keer wakker te maken. Hij is al weg. Het is oké. Wat ligt daar op de vloer? Wauw, zoveel petten. Weet je, ik denk dat ze van pas zullen komen. Ik weet al hoe ik ze moet gebruiken. Laten we aan de slag gaan. Ik heb wat glitter nodig. Wie ben ik voor de gek aan het houden? Ik heb veel glitter nodig. Het is veel mooier. Oh, laten we het nu allemaal spuiten. Puff, en een beetje voor jou. Wauw. Ik hoef alleen maar het overtollige weg te blazen. Het is orkaan Barbie. Nu is het perfect. Geweldig. Volgende fase. Uit het gaas hebben we een tasmodel geknipt. Cool. Zet de muren samen. Laten we een riem toevoegen. Wikkel het in roze franje. Zo mooi. Wat is het volgende? Oh, kappen. Precies wat ik nodig heb. Oh ja, ik vind het nu al leuk. Wat denk jij? Geweldig. Wie is daar? Wauw, waar heb je dat vandaan? Ik heb het zelf gemaakt. Kun je ook een tussendoortje maken? Ja, ik heb ook honger. Ik denk dat ik het gevonden heb. Pizza. Kijk maar eens naar dit stukje. Ik ruil het voor een donut. Ik zal het delen. Eet smakelijk. Ik ben nu al aan het kwijlen. Ik ook. Ik hou van donuts. Waar wachten we dan nog op? Zo heerlijk. Je hebt gelijk. Ik ga het ook proberen. Wauw, zo zoet. Lekker. Oh ja. Wat gaan we nu doen? Ik ben een beetje slaperig. Ik ga liggen. Natuurlijk, we hebben geen afwas te doen. Waarom niet? Ik ga ook rusten. Oh ja, mijn schatten. Oh, kakkerlak. Help. Wat moet ik doen? Hey jij, wegwezen hier. Pizza. Ik heb het niet afgemaakt. Het is van mij. Geef het terug. Oh, wil je een donut? Een donut? Ja, graag. Vang het. Eeuw, dat is walgelijk. Eventuele problemen? Niet meer. Alles is in orde. Ha, oké dan. Wat is dat? Ik denk dat we het kunnen gebruiken. Serieus? Laat het me zien. Alsjeblieft. Ik heb dit ergens gezien. Ik heb een idee. We hebben lijm en een knoop nodig. Snoep en een steen. Geweldig. Laten we ze met elkaar verbinden. Alsjeblieft. Ik heb de oorbellen. Wauw, zo cool. Ik heb er nog nooit een gehad. Dan zijn ze voor jou. Waar is ze heen? Wauw. Ik ben een piercer.
Beweeg niet, het gaat snel. Voilà, heel mooi. Er ontbreekt al heel lang een oorbel. Nu is alles klaar. Wat denk je? Niet slecht. Kijk. Zo cool. Bedankt, kun je een foto maken? Geen probleem, glimlach. Geweldig. Misschien zo of zo. Hoe ziet het eruit? Laat het me zien. Deze is goed. Je kunt me helemaal niet zien. Wacht, wat is die geur? Wauw, wat een geur. Ik wil naar jou ruiken. Auw, kaf. Oh, hier, mijn favoriete parfum. Ben je gewond? Rijke Barbie? Alles is in orde. Ik kon het niet laten. Ben je er klaar voor? Ja, kom op. Oké. Hey, wat is er aan de hand? Ik zal het nu oplossen. Oh. Wauw. Dat is wat ik parfum noem. Ik voel me perfect. Wat zeg jij? En deze geur? Hey schatje, ik ben hier. Herinner je mij? Ik ben het. Ken, je bent nutteloos. Hihi, ze kan mij niet horen. Ik zal nog steeds je aandacht trekken. Hoi. Huh? Wat was dat? Ik ben hier, schat. Wauw, ben jij dat? Misschien heb je leren autorijden. Laten we nu eens kijken. En Ken zal mij gezelschap houden. Laten we op reis gaan. Fijne rit, jongens. Wow. Ken, ik ben zo blij. Ik ook. Barbie? Hey, je blokkeert mijn zicht. Stoor je niet in de weg. Waarom is de vleermuis hier? Hoi, mijn kapsel. Oh. Stomme knuppel. Wat was dat? Ken, wat hebben we gedaan? We kunnen het huis niet zo verlaten. En de auto? Mijn favoriete cabrio. Oh, Troom Truck. Wow. Oh, mademoiselle. Oh, gevonden? Ik kan niet zonder jou. Wauw, zo dapper. Is dit voor mij? Voor zo'n schoonheid? Oeps, het lijkt erop dat je iets hebt laten vallen. Nu is alles geweldig. Graag gedaan. Klaar, zo goed als nieuw. Hé, wie ben jij? Mevrouw, blijf van haar af, meneer. Zullen ze echt voor mij duelleren? Mijn held. Hoe durf je? Hey jongens, zorg voor het huis. Is het duidelijk? Goed materiaal. Ik denk dat het zal doen. Waar breng je het heen? Het is van mij. Geef het terug. Oh, dat is niet slecht. Je staat alleen maar in de weg. Ik zal eerst het huis afmaken. Ik kan wel een extra paar handen gebruiken. Gelukkig heb ik ze van huis meegenomen. Twee handen zijn goed, maar vier zijn cooler. Het is tijd om je bezig te houden. Geweldig! Deze vampier zal nooit winnen. Ziet er goed uit. Best lekker. Je hebt absoluut geen smaak. Het is tijd om hem een masterclass te laten zien. De tandbrekende renovatie. Begin. Troom Truck. Wat een puinhoop hebben we gemaakt. Maar met deze twee jongens zullen we het heel snel afhandelen. Ik heb zoveel geluk. Voilà, de muur is klaar. En ik zweet er niet eens. Ha, je bent maar een grapje. Laat me helpen. Wat een gemene kerel. Ha, je vlijt me. Ik wil jou ook een helpende hand bieden. Auw, hou je handen thuis. Ken, nu zal ik het je laten zien. Hey, rustig aan. Je bent nog niet klaar. Laten we duwen. Ah, kom maar. Ik zal het doen, Barbie. Je bent zo sterk. Ik kan het aan met beide handen op mijn rug gebonden. Laten we er een dak op zetten. Oh, ik denk dat ik iets vergeten ben. Oh, Barbie. Ik ga met je mee. Hey, ik kan het niet zo lang volhouden. Wauw. Wauw, zoveel kunst. Oh, Poochie, dit wordt een meesterwerk. Kijk, bezoekers. Ongelooflijk. Welkom in mijn galerij. Je bent mooier dan alle kunst hier. Je bent zo aardig. Oh, waar heb je het over? Ik moet je gewoon tekenen. Kijk uit, Mona Lisa. Barbie zal jouw plaats innemen. Geweldig. Bedankt, dat kan ik ook. Stop niet. Klaar? Bellissimo. Kijk gewoon. Dat lijkt niet veel op mij. Ik ben zo lelijk. Wat een monster. Het is Barbie niet. Dat is schandalig. Ga weg. Wacht, Poochie. Ik zal ze wel afhandelen. Is alles in orde, lieverd?
Wat is hij van plan? Ik zal het je niet vergeven. Snap het. Wat is er mis met jou? Hou op. Iedereen kan een artiest beledigen, maar niemand komt ermee weg. Hij is gek. Heb je geen vet meer? Wauw. En dit is een echt meesterwerk. Ik vind het leuk. Laten we hem in ons nieuwe huis ophangen. Ziet er vreselijk uit. Hij is raar. Nou, oké. Nu wordt het hier veel kleurrijker. Jongens, de muren zien er geweldig uit. Oh, Barbie, je bent zo geweldig. Ik heb een geweldig idee. Ik moet een teken maken. Briljant. Ik zal winnen, Sissy. Dat zullen we nog wel eens zien. Ik zal de eerste zijn die een teken maakt. Ik heb alles wat ik nodig heb. Ik knip het uit een vel schuim. Ik hoop dat Barbie het leuk vindt. De letters zijn klaar. Geef het aan mij. Hoe durf je? Dat was wat ik nodig had. Het is tijd om ze te kleuren. Laten we aan de slag gaan. Ik wil niet dat alles hier vies wordt. Hé, het ziet er goed uit. Klaar. Dank je. Hé. En voeg wat glitter toe. Zo glanzend. Ze zijn zo schattig. Hihi. Barbie verdient alleen het beste. Klaar. Geef het terug. Trek er niet aan. Barbie zal van mij zijn. En hier is de stand. Laten we de letters toevoegen. Graag gedaan. Verwissel de volgorde niet. Laat me met rust. Niet slecht. Daar ben ik het absoluut mee eens. Ik vind het zo leuk. Bedankt, jongens. Ik denk dat ze het tegen mij had. Wees geen clown. Je bent een clown. Weg niet, jongens. Je hebt haar gehoord. Ik ben te stoer voor je. Wauw, wat een arme. En ik heb... Je lijkt in niets op mij. Ik ben Kevin, de sterke man. Wacht even. Oh, echt zwaar. Oeps, ik kan dit niet bekijken. Het is jammer. Oh, ik heb tijd nodig om ermee om te gaan. Maar ik geef niet op. Is het duidelijk? Maak me niet bang. Hij is misschien sterk, maar ik ben flexibel. Hey, vampier. Wat is er met jou aan de hand? Dat is de ware kracht. De rekkracht. Hoe zal dit je helpen? Oh, ik weet het. Nu heb je zoveel compacter. Je zult er beter uitzien als de reserveonderdelen. Laat me eruit. Dag. Heb je Ken gezien? Hij vroeg me om de vuilnis buiten te zetten. Bedankt, Kevin. Hallo. Monsters. Nee, we zijn buren. En we hebben een cadeau. Een make-up tafel voor Barbie. Wauw, dit is ongelofelijk. Bedankt. Wat is er met je haar? Zo kun je niet rondlopen. Laat mij het repareren. Ga zitten. Ik haat de rommel. Vind je het leuk? En een verzorging als cadeau. Bedankt. Zo mooi. Ik weet het. Er bestaat absoluut geen twijfel over. Ladybug, wil je met me trouwen? Piep. Piep. Gefeliciteerd. Natuurlijk. Dank je, Barbie. Tot ziens. Ach, ik wou dat iemand mij een ring gaf. Ik wil hem echt. Kijk wat ik heb meegenomen. Wauw. Een lamp en een dekentje voor gezellige avonden samen. Zo gaaf. Natuurlijk. Ik ben zo blij. Ik weet zeker dat ze al gek is op mij. Oh, Kevin. Ik ben zo dankbaar. Dat is nog niet alles. Wat dacht je van een beetje romantiek? Weet je, toen ik je ontmoette, kon ik mijn geluk niet op. Oh, kom op. Hoe kon hij me dit aandoen? Hé, wat doe jij hier? De kaarsen zijn bijna op. Maar dat is geen probleem. Maar goed dat ik de wassmelter heb. Laten we eerst de basis toevoegen. Oh, het is hier heet. En dan je favoriete kleur. Roer het goed. Wat een schoonheid. Geweldig. Laten we nu de mal voorbereiden voor het vullen. Wacht even. We kunnen de was gieten. Interessant, dat kan ik ook. Dit is voor jou. Barbie, handgemaakt. Ken, het is zo schattig. Is het al klaar? Geen fronsen. We hebben de rimpels niet nodig. Gelukkig heb ik een ontspannend masker. Klaar, we kunnen onze kaars pakken. Laten we eens kijken. Het bleek best goed. Kevin, je bent gewoon ongelofelijk. Bedankt. Jij ook. Het is tijd om hem aan te steken. Maar daarvoor, Barbie, een ring? Jazeker. Waar heb je het over? Dit is voor onze kaars. Dit is ook een sieradenstandaard. Het is een goed idee, hè? Nou, ik ben een genie, toch? Misschien zal Ken slimmer zijn. Oh, ik moet gaan. Wauw, Ken is zo knap. Maar Kevin of Ken? Volg mij, snel.
Dit feest is gewoon geweldig. Bedankt voor de uitnodiging. Oh, staat hij weer naast haar? Laat me je ten dans vragen. Oh, nee, 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 nee. Hou het vast. Game over, bloedliefhebber. Ga weg bij haar. Wie denk je dat je bent? Dezelfde vraag. Wil je vechten? Ja? Nou, laten we dan vechten. Hey jongens, we gaan een dance battle houden. Ik ben er absoluut de beste in. Verlies je hoofd niet. Als je het nog niet wist... Ik heb de Macarena uitgevonden, dus je kunt niet winnen. Deze ronde is absoluut van mij. Hey, ga uit de weg. Je dans is verouderd. Tijd voor een new school. Hey, noem me de disco-orkaan. Ga, disco-orkaan. Ik ben beter dan jij, Fangy. Ken is de koning van de dansvloer. Is het duidelijk? Oh, mag ik het ook proberen? Ha, zo grappig. Laten we het nu allemaal samen doen. Hé, hey, herhaal. Je doet het geweldig. Kom op, meer energie, meer passie. Wat een gaaf feest. En de laatste stap? Oh, ze zijn allebei zo goed. Wie moet ik kiezen? Ik heb tijd nodig. Troom Truck. Laten we beginnen met Kevin. Wil je gaan wandelen? Met veel plezier. Je bent zo'n romanticus. Voor jou? Oeh, iets. Opluchting. Wat een heer. Dit is de plek. Wat dacht je van een serenade? Ik zie dat je het niet erg vindt. Zo mooi. Oh, Kevin. Wacht even. Wat is dat? Interessant. Het zal perfect staan in jouw huis. Wat denk je? En wie heeft het weggegooid? Wacht, ik denk dat we een kleine pauze nodig hebben. Oeh, dat was dichtbij. Ik hoop dat Ken het beter doet. Hey Ken, laten we een stukje gaan lopen. Natuurlijk. Ken, jij weet hoe je moet verrassen. En dat is nog maar het begin. Ik kan dit niet meer doen. Je hebt tenminste Barbie. Wat heb je nog meer voor me voorbereid? Als ik naar je kijk, wil ik zingen. Ik ben een Barbie-meisje in een Barbie-wereld. Fangy, ik ben aan het lunchen. Stoor me niet. Stop. Ik heb het bijna verpest. Dit is voor jou, mijn liefste. Het gaat allemaal te snel. Tijd om te vertragen. Ik ben zo terug. Wie moet ik kiezen? Wat is dat? Hey Barbie, kijk eens wat ik heb. Rechtstreeks uit de salon. Laten we een ritje maken. Oeh, dat ding is zwaar. Het enige wat ik hoef te doen is het te installeren. Jouw geluk is van onschatbare waarde, Barbie. Oh, Ken, bedankt. Of misschien Kevin? Bijna klaar, Barbie. Ah, stop. Ik weet het niet eens. Jongens, wat denken jullie? Met wie zal ik blij zijn? Ken of vampier Kevin? Schrijf het in de comments. Ik kan niet kiezen zonder jou. Wat is dat? Barbie, wil je met me trouwen? Zo mooi. Wat zeg je ervan? Jazeker. Ik ben zo blij. Wee, hou van je. Hey, wacht even, Barbie. Je zou de mijne moeten zijn. Shh, val ons niet lastig. Arr, mijn hoektanden. Mijn dierbare. Ah. Oh, echt? Is dit wat je zoekt? Je zult ze niet hebben. Ik kan het niet repareren. Troom Truck. Ik zal je dit niet vergeven, Ken. Ik ben zo blij dat we samen zijn. Het is leuk geworden, hè? Dit is gewoon mijn droomhuis. Allemaal in mijn favoriete kleuren. En wat een ontwerp. Ik had niet eens gedacht dat het zo mooi zou worden. Ik vind het ook leuk. Bedankt, Ken. Hey, wat is er aan de hand? Hou vol. Dat is geweldig. Dit is de plek. Wacht hier op mij. Waar zijn we? Oeh, Ken, kijk. Laten we de baby helpen. Zeker, laten we gaan. Schat, waarom huil je? Doet iemand je pijn? Wees niet verdrietig. Ga met ons mee naar het Barbiehuis. Oké, we zijn thuis. Wauw, het is zo mooi. Wil je dat we jou ook mooi maken? Kom op. Kijk, dit is de kortste weg. Oh, maak je je klaar voor een makeover? Kunnen we deze acne verwijderen? Ik denk dat we dat kunnen.
Zeker, lieverd. Laten we ze van je gezicht halen. Ik doe dit elke ochtend. Ik ook, maar ik gebruik schuurpapier. Wat? Ben je gek geworden? Het is gevaarlijk. Is dat zo? Oké, wij hebben een plan B. Wacht even. Gevonden. Mijn supermasker. Wauw, hoe werkt het? Ik voel nog niets. Maak je geen zorgen, we kunnen het versnellen. Laten we gewoon een schoon gezicht voor haar tekenen. Ken, je bent een genie. En ook een artiest. Ja, nog een klein beetje meer. Perfect, kijk, ze is net als jij en ik. Dat is een gekke plek. Oh, het werkte. De acne droogde op en verdween. Dat is ook goed. Wauw, wat gebeurt er? Wacht even, jongens. Ik denk dat het een aardbeving is. Kijk maar. Het lijkt erop dat onze poppen ziek zijn. Maar ik zal voor je zorgen. Haha. Niemand zal je hier zien. Om van mijn vijanden af te komen en geld te verdienen. Ik vind het leuk. Wauw. Kun je me helpen? Natuurlijk. Ik heb een geweldige aanbieding voor je. Je moet het zien. Denk je dat ik een klein meisje ben om met de poppen te spelen? Oh, echt? Laten we eens kijken wie hier met je zal spelen. Natuurlijk ben ik het. Wat ben jij aan het doen? Waar is het klachtenboekje? Oh, je hoeft je niet te verzetten. Dat is veel beter. Jij gaat ook in de uitverkoop. Ik schakel alle vijanden in één keer uit. Oh nee, dat is verschrikkelijk. Ik kan niet kijken. Ik ook niet. Ik ook niet. Au, wat is dat? Oh, ik haat deze meeeters. Kom hier. Wij hebben een geweldige gadget voor je. Het is een gezichtstomer. Probeer het en je vergeet de meeeters. Ik snap het niet. Is het kapot? Ik weet wat ik moet doen. Haal wat water. Ik kan zelf zien waar we het kunnen vinden. Hé, hey, heeft iemand SpongeBob gezien? Ik denk dat hij het niet erg zou vinden. Troom Trick, heb eens. Trek eraan, schat. Je kunt het. Oeps. Oké, het is niet van mij. Oh, dat is zo lekker. Wie ben jij? Ben jij uit de hemel gevallen? Wow. Engel. Jij lijkt meer op degene die viel. Ga weg, oké? Dus jij bent meneer, raak me niet aan. Oké, ik vind het leuk. En ik niet. Ik ga terug naar het aquarium. Waar is hij heen? Barbie. Het kietelt. Schat, nu heb je een volledig schoon gezicht. Je hebt het geweldig gedaan, Barbie. Oké, het eerste is gedaan. Onze perfecte huid is klaar. Ik weet zeker dat ze mijn prins heeft gestolen. Hucky, reken af met ze. Hé, voorzichtig. Raar. Ik eet je nu op. Ah! Ga bij ze weg. Ik ken karate. Ik ook. Huh. Kia. Snap het, loser. Oh, jij. Zeg het nog eens. Mijn been. Oké, raak gewoon het gezicht niet aan. En dan Ken. Oké, haha. Meiden, ik zit in de problemen. Wat een gemene kerel. Probeer mijn kung fu. Stofstorm. Oh nee. Een geheime techniek. Wat heb je gedaan? Wat jammer. Kijk niet naar mij. En kom niet terug. Kan ik hetzelfde krijgen? Zeker, schat. Ga zitten. We hebben deze bril nu niet nodig. Geweldig. Laten we je wangen en neus poederen. Klaar. Laten we nu een contrast creëren. Geweldig. Deze kleur staat je zo goed. Het is net als de mijne. Lippen. Nu is het tijd voor de oogschaduw. Roze staat goed bij je nieuwe look. En natuurlijk de koele wimpers. Met hen ga je vliegen. Wauw. Hoe zit het met glitters? Sluit je ogen. Ik voel me wel mooier. Dank je. Make-up? Klaar. Laten we naar het haar gaan. Laat me nadenken. Kunnen we een pruik gebruiken? Die past bij mij. Ik moet de trends volgen. Of maak mijn eigen trends. Twee pruiken is een slecht idee. Zelfs in deze kleur. Misschien moet ik deze eens proberen. Ziet er leuk uit. Meiden, ik weet wat ik moet doen. Wat? Maak je geen zorgen, ik heb het. Transformatormodus geactiveerd. Wauw. Nou ja, nou, ik ben er bijna. Wat is dat? Wat? Hé, ik hou van je pruiken. Ga door. Als een nest van de engelen. Klaar. Oh, god. Laat me je kussen. Ik niet. Wat?
Wat was dat? Oh nee! Voilà, en hier is de pruik voor de baby. Ken, hoe heb je dat gedaan? Laten we het proberen. Ah, ik ben nu net een echte Barney. Oké, het kapsel is klaar, maar vergeet de jurk niet. Ik heb onze capsulecollectie gevonden. Dat is een goed idee, Ken. Laten we een jurk kiezen die bij je past. Wauw! Welke baby? Mag ik het passen? Ja, maar wat als we een modeshow hebben? Briljant! Het eerste model, ananas, de zoete smaak van de tropen. De abstracte vechter voor de sterke van geest. Het volgende model is een sprookjesprinses. De volgende is de nachtzwemmer. Voor wie niet bang is voor het monster onder het bed, popcornster. Explosieve outfit, kitchen night. Perfect voor hobbypaarden. Je bent grappig! Jongens, hou je van high fashion? Wiens outfit vond jij het leukst? Barbie of Ken? Schrijf jouw keuze in de reacties onder de video. Daar ben ik nog. Zijde jurk. Past precies. Alles om je zowel op het bal als tijdens een koffiewandeling een prinses te voelen. Wauw. 10 van de 10. Oké, aankleden. Klaar. We hebben de riem zeker nodig. Ja, waar moeten we het van maken? Precies. Kijk maar. Dat is precies wat we nodig hebben. De parels zullen er geweldig uitzien. Het is jouw beurt, bergbeklimmer Barbie. Laat me je steunen. Dat is het. Ik ben hier. Ik heb het gevonden. Arr, wie hebben we hier? Ga je mijn schatten stelen? Oh nee! Ja, je kunt niet ontsnappen. Geef me mijn schatten terug. Arr. Ik denk het niet. Wauw, gaaf zwaard. Ik heb dezelfde nodig. Ken, ik ben er klaar voor. Hoe ging het? En waar is jou? Ah, hier is het. Ik repareer het meteen. Jij bent een alleskunner. En ik heb de riem. Laten we het fixen. We maken een mix van roze kralen met parels. Het wordt echt stijlvol. Leg de kralen van verschillende kanten op de draad. En nog een laatste ding. Kettingen. Wauw, precies wat we nodig hebben. Ken, kijk eens naar deze schoonheid. Is dit voor mij? Natuurlijk, schat. Woehoe, we kunnen de riem doorstrepen. Geweldig gedaan. Ah! Ah! Haha, ik kan ook dingen mixen. Wat een nachtmerrie. We moeten dit stoppen. Pas op, Lee. Recht. Hier. Au, het doet pijn. Wie gooit die batterijen? We hebben iets krachtigers nodig. Ja. Ja, leer die dokter Frankenstein een lesje. Wat? Hoe durf je? Au, oké, let op. Wow, wie wist dat ze de blasters had? Dit kan ze absoluut niet weerstaan. Dat is een slechte timing. Snap je? Nee, dat niet. Jongens, like deze video om onze lightsaber een boost te geven. Red ons alsjeblieft. Goed gedaan, dank je. Voorzichtig. Troom Trick. Wauw, er zijn genoeg materialen voor nog een knutselwerkje. Wat hebben we nog? Dat klopt, een handtas. Bedek de basis met een doek en knip langs de contouren. Lijn alle details. Je hebt veel lijn nodig. Het zal betrouwbaarder zijn. Verbind de panelen met elkaar. Wat zou ik doen zonder hete lijn? Finishing touch. En het frame is klaar. En het laatste detail. Dit kan van pas komen. Bedankt, schat. Maak de riem vast. En natuurlijk een merksticker. Nu heb je je eigen handtas. Zo cool! Het is perfect voor een chihuahua. We komen dichter bij je toe. Geweldig gedaan, Barbie. Wauw. Onze baby is echt veranderd. Het is gewoon fantastisch. Ik vind het ook leuk. Oh nee. Wat? Jij stopt speelgoed. Het spel is voorbij. Ben je in leven? Bijt mij niet, bijt hun. Nee. Rodeo tijd. Tijd om die veelvraat een lasso te geven. Yeeha. Wat ben je aan het doen? Hij is onschadelijk. Schat, nee.
Wat een schatje. Wilde je gewoon spelen? Wat? Oké. Kijk, de bal. Breng hem naar mij. Oh. Wat was dat? Dat is allemaal een heks. Laten we deze slechte Barbie een lesje leren. Laat me gaan. Stom speelgoed. Nou. Laten we eens kijken hoe snel ze je zullen kopen. We hebben het gedaan. Laten we gaan. Wat? Je bent toch niet boos op mij, toch? Dinosaurus. Wauw. Ik vraag me af waar hij ons naartoe heeft gebracht. Woehoe! We zijn er weer voor de première. Kijk, het zijn Barbie en Ken. Wauw! En hun nieuwe dochter. Hallo. Zeg hallo, G. Hey, wie wil er een handtekening? Woehoe, ik wil het. Ze verdient een Oscar. Dank je. Oh, kom. Je moet eraan wennen. Je bent nu een van ons. Wij houden van je. Ik heb geen Oscar nodig. Wat? Het enige dat ik nodig heb, zijn jullie. Nou, en laten we naar huis gaan. Droom trick. Barbie, Barbie, Barbie. Kom op. Wie is de volgende? Jij. Ik heb het gehaald. Wauw, zoveel mensen. Hoe kom ik daar? De film begint heel snel. Maak je kaartjes klaar. Laat me het door. Ik heb hier mijn hele leven op gewacht. Oh, kijk eens aan. We hebben hier een nerd. Je hebt het op je voorhoofd. Klinkt als een reden om eindelijk je gezicht te wassen. Arm ding. Pak je spullen en ga naar het einde van de rij. Oh nee, Barbie. Oh, tijd om naar binnen te gaan. Ik wou dat ik dit niet had gezien. Gaat het? Het is beter geweest. Ik help wel. Ik ga eigenlijk naar de bouwclub. I'm a Barbie girl. With some broken hands. Wacht nog even, ik ben bijna klaar. Klaar. Sta op. Je hebt gouden handen. Ik wil je bedanken. Is er iets mis? Je weet dat ik hier helemaal niet welkom ben. Misschien kan ik beter weggaan. Moeilijk geval. Oh, wacht. Ik weet hoe ik je kan helpen. Wauw, je hebt je eigen schoonheidssalon? Waarom viel je mond open? Het is gewoon een kleedkamer. Kijk naar de prijzen. Oscar? Leo heeft dezelfde. Het heeft me jaren gekost om dit allemaal te krijgen. Maar jij? Oh, het is oké. Ga door. Laten we ter zake komen. Ga hier staan. Perfect. Wacht. Er zit iets vast in je been. Het is haar. Het hoort op het hoofd te zitten. Ik weet het. Volg me. Ik wilde gewoon een beauty gadget proberen. Kijk. Weet je, ik wil geen fondue. Of is het wax? Helemaal goed. Nu gaan we je in een pop veranderen. Je weet hoeveel ik van roze hou. Maar koraal vind ik ook niet erg. Kijk. Kijk, Cat. Net als ijs op een zomerse dag. Wauw. Nu kunnen we beginnen met ontharen. Ik heb zoiets als dit als lunch gegeten. Maar het ruikt veel beter. Cat, je moet de was niet ruiken. Ik zie dat dit nieuw voor je is. Laat me je helpen. Hier. Ik hoop dat dit genoeg is. Geweldig. Ben je klaar? Het is zo eng. Wat? Misschien niet genoeg wax? Of kracht? We repareren het nu. Oh, waarom heeft ze zulke handen nodig? 3. Kat, hoe gaat het met je? Bedankt, Barbie. Het gaat niet eens. Niet eens? Oh, het doet pijn. Het brandt. Dat was niet mijn bedoeling. Sorry. Eens kijken wat we missen. Oh, sta recht. Hou je rug recht. Laten we voor je houding zorgen. Je vindt de corset niet erg, toch? Zo, je zal staan als een snaar. Zet recht zetten aan. Wauw, het werkt. Dat is beter. Verzet je niet. Ik doe helemaal niks. Hé, je dansje is zo grappig. Hé, ik ben hier niet om te twerken. Geef het aan mij. Oh, vang me dan. Is dit de bril van Opila? Oh, die staat me echt goed. Oh, dat is vreselijk. Mijn gezicht. Wat is er gebeurd? Kijk eens.
Je bent aan het juiste adres. Ik ben een meester in knijpen. Oh, dat is smerig. Wacht, ik weet het. En hier is het. Gezichtstomer. Wauw, dat is high-tech. Ben klaar om het te proberen. Geweldig, laten we wat kracht toevoegen en we kunnen beginnen. Zo leuk. Dat is nog niet alles. Draai je om. Ik heb speciale stickers. We maken je huid zo schoon. Het hele pakket is op, maar ik denk dat het de moeite waard is. Oh, deze heb ik niet opgemerkt. We zuigen ze eruit. Het is mijn uitvinding. Is dat een gezichtsstofzuiger? Bijna. Wat een opluchting. Ik heb de mee-eters bij jou niet opgemerkt. Ik heb een hulpmiddel voor zulke situaties. Is het niet gevaarlijk? Alleen voor mijn geestelijke gezondheid. Klaar. Wauw, bedankt Barbie. Geen probleem, Kat. Wat ben ik vergeten? Oh zeker, we kunnen beginnen met make-up. Laten we het doen. Wacht even, ik heb een oproep. Hallo, is het dringend? Handtekeningssessie? Waar? Oké, ik kan het wel aan. Het is maar een lijntje, wat kan er misgaan? Ik ben een wilde kat. Hoe gaat het met je? Kat, wat heb je gedaan? Vind je dit leuk of niet? Was het eraf? Ik smeek het je. Je kan niet uitgaan zo. Ik heb een idee. Wacht, waar heb ik het gelaten? Hier is mijn lijmpistool. We maken het goed. Maak de stroken voor de oogleden op een stuk karton. Probeer het eens. Goed, maar niet genoeg. Alles is beter met roze. Ik ben een kunstenaar. Klaar, deze keer gaat het lukken. Bedankt, Barbie. Wauw, kun je het zo laten? Hier is de tweede. Het is tijd voor een geheim wapen. De Barbiebox heeft alles voor extreme schoonheid. Precies wat ik zocht. Kat, vind je het erg als ik help? Ja, zoals dit. Kijk nu. Wauw, ik kan niet geloven dat ik het nog steeds ben. Ah, koud. Oké, genoeg TikToks voor vandaag. Stop ermee. Kijk en leer. Dit is hoe een schoonheid eruit moet zien. En knipperen. Probeer het ook. Ik weet dat ik het kan. Kai, ja! Kat, wat moet ik doen? Barbie, je hebt al zoveel gedaan. Kijk hoe ik veranderd ben. Vinden jullie het leuk? Like dan deze video. We hebben nog zoveel werk te doen. Eens kijken of er nog meer in de Barbie-doos zit. Ik heb een beter idee. Gotcha. Droom, droom, trick. Ik denk dat ik een choker echt bij Kat zal vinden passen. Maar we moeten het versieren. Wat zullen we gebruiken? Mijn logo. Oké, zet een letter in het midden. En laten we alles in elkaar zetten. Cool, ik zal het aan Kat laten zien. Klop, klop, levering voor Kat. Dat is zo cool. Bedankt, Barbie. Kat, wat is dat? Wat heb je aangetrokken? Is het polyester of een aardappelzak? Dit is hoe een echte dame eruit hoort te zien. Een jurk! Wat is er mis met het vest? Ik zal een outfit voor je uitzoeken. Ik dacht dat ik het al had weggegooid. Ik wou dat ik je maat kon vinden. Hier is het. Ben je klaar om het te passen? Natuurlijk, dit is mijn eerste jurk ooit. Oké, strijk jij dan maar. Ik wist dat er een truc was, maar ik ben er klaar voor. Oh, weer een gezichtssauna. Ik hou van de geur van verse kleren. Barbie, het is me gelukt. Waar wacht je dan op? Wat? Kat, er is een kleedkamer. Wauw, Kat. Zo leuk en schattig. Bedankt, Barbie. Wat is die geur? Heb je het strijkijzer uitgezet? Oh, nee, nee, nee. Het gaat allemaal verbranden. Zet het uit, sneller. Ik zal de rook opruimen. Barbie, houd het strijkijzer vast. Ik regel het wel. Alleen Barbie en ik kunnen hier warm zijn. Kat, dat is walgelijk. Het ligt niet aan mij, maar aan de brandblusser. Met deze outfit zal ik overal zijn waar ik ga branden. Zo mooi. Maar er mist nog iets. Misschien meer accessoires. Waar kan ik die krijgen? Hey Kat, wat is er gebeurd? Een mooi meisje moet sieraden hebben en mijn polsen zijn nog leeg. Hebbes, wil je dezelfde? Natuurlijk. Wil je hem aan mij geven? Nou, als je hem mooi vindt. Ik zal je helpen. Wees voorzichtig. Mijn armband. Mijn lieveling. Oh, je hand. Kun je hem teruggeven? Ik zal het doen. Nu draaien we een beetje. Oké, klaar. Zo goed als nieuw. Ik moet haar in de gaten houden.
Hé, hey Barbie, krijg je hetzelfde haar? Ik zou het echt willen. Wil je me helpen? Natuurlijk, meisje. Ga zitten. Laten we eens kijken. Zo onderhandelbaar. Slaap je nog met een potloodkoker? Oké, wat is er nog meer? Kat, waarom heb je voor het laatst je haar geborsteld? Is er kauwgom? Kauwgom? Ik heb ernaar gezocht. Eeuw, Kat. Doe dat alsjeblieft nooit meer. Laten we teruggaan naar je haar. Dit wordt een spannend gevecht. We kunnen een harnas maken van je haar. En we hebben het nog steeds niet geborsteld. We hebben dit nodig. Mijn hoofd. Barbie. Laten we alles terugzetten zoals het was. Alsjeblieft. Geen weg terug. Anders kunnen we het nooit meer verven. Ik heb een idee. Hoe kan ik de pruik vergeten? Eindelijk een goede beslissing. Welke vind je mooier? Laten we de klassieke proberen. Kijk, Kat, dat is nog eens wat anders. Ik hou van blond. Ik ben net als jij. We maken het nog mooier. Elsa heeft me dit geleerd. Wauw, ziet er perfect uit. Bedankt, Barbie. Oh, met mijn nieuwe haar zal ik zeker het populairste meisje worden. Wat denk je? Past de kleur bij mij? Denk maar niet dat dat het is. Ik denk dat deze lippenstift perfect zal zijn. Laten we proberen. Oh, ruikt naar aardbeien. Stop ermee. Dit is hoe je het moet gebruiken. Begrepen? Ah, ik snap het. Het is net als in de film. Ik wist niet dat het in het echt ook kon. Kat, we maken geen grapjes van je. Stop. Was het eraf? Ah, het is verdwenen. Moet kijken wat ze erin hebben gedaan. Dat is beter. Wauw, een strik. Je bent de beste. Totdat je net zo wordt zoals ik, zal ik niet kalmeren. We moeten nog werken aan je make-up. Dat is goed, maar waar zijn mijn oogschaduws? Oké, laten we beginnen. Deze lippenstift is erg lekker. Laten we lipgloss maken. Die eet je zeker niet op. Mengen met glitters. Wauw. Geweldig, laten we testen. Is dat alles voor mij? Bedankt. Ik zal het slimste meisje op school zijn. Nu de bovenlip nog. Glamorous. Zijn we klaar? Geweldig. Nee, je ogen. We moeten ze helderder maken. Deze kleur is een beetje saai. Ik geef je mijn lenzen. Mijn ogen zijn toch al moe. Voorzichtig. Oh, misschien moeten we dat niet doen. Wat zullen we ze wassen? Trek het aan, Kat. Echt niet. Laten we het later doen. Dag. Waar ga je heen? Niet weglopen. Oh, nee. Barbie. Mijn hoofd doet pijn. Heeft het gewerkt? Barbie zat me achterna. Nu doe mijn fans het. Oh, ze zijn te klein. En mijn sokken zijn gescheurd. Wauw, Barbie. Zijn dit jouw schoenen? Vind je het erg als ik ze pas? Ik denk dat het mijn maat is. Vaarwel, sokken. Je lijkt nu meer op Zwitserse kaas. En je ruikt hetzelfde. Bedankt. Noem me nu stinkend. Ze passen bijna. Ik denk dat je nu meer kans hebt om een prins te worden. Kat, je bent gewoon prachtig. Het past echt bij je. Ik heb het zo hoog hier. Nu sta je altijd bovenaan. En nog een cadeau van mij. Barbie, je hebt zoveel voor me gedaan. Ik weet niet hoe ik je moet bedanken. Knuffels zullen genoeg zijn. Het is tijd om de oude kokon te vergeten en je vleugels uit te slaan. Om naar de sterren te vliegen. Nu staan alle kleuren en rode lopers voor je open. Wie is dat meisje met Barbie? Kijk. En ik begin het leuk te vinden om populair te zijn. Hey Kat, kijk. Dit is de zus van Michael Bay. Ze heeft vrienden in Hollywood. Regel de ontmoeting voor ons. Ga weg, er is hier niets te zien. Hoi Barbie, wil je vriend meedoen met het project? Met veel plezier, ik hou van Monster High. Teken het contract en het is een deal. Bedankt Miss B. Een mooie toekomst wacht op je schat. Laten we naar de filmset gaan, als echte sterren. Maak kennis met ons team. Alleen professionals. Bel me als je me nodig hebt. Veel succes, Kat. Monster High Makeover. Frame 1, take 1. Actie. Het is gewoon normaal. Ruim de spinnenwebben op. Oh, hallo, nieuw meisje. Hoe lang ben je al hier? Ik zal je rondleiden. Bedankt. Ze kan niet ver gerend zijn. Alle sporen leiden hierheen. Kitty, kitty, kitty. Nog een aanwijzing. Je koos een slecht moment om af te werpen.
weet zeker dat ze zich achter de deur verstopt. Je kan je niet voor mij verstoppen, jonge dame. Is het op slot? Maar ik kan elke deur openen. Als het een target is en een stormram is. Het bleek makkelijker te zijn dan ik dacht. Ik heb dit ergens eerder gezien. Het moet hier in de buurt zijn. Eens kijken. Het lijkt erop dat er alleen monsters studeren. In deze outfit zal ik snel ontdekt worden. Maar ik weet wat ik moet doen. Niet in de tanden. Jongens, kijk weg. Het is voorlopig genoeg. Zou deze mantel me goed? Zonnebrandcreme voor binnen? Dat is belachelijk. Hier is je ID. Draculaura. Oké, laten we een klein tintje geven. Dat kan beter. Tot ziens, ouwe. Ha! Ik hoop het niet. Daar is ze. Kijk naar die knappe man. Laat hem gaan ontmoeten. Hoi, ik ben Chloe. En ik ben Jessie. Hoi, Chloe. Jongens, willen jullie een snack? Team positief. Geweldig, bedankt. Daar ga je. Wacht, is dat echt bloed? Waar ben ik? Nou, bij deze leren we elkaar kennen. Proost. Heerlijk. Wat moet ik doen? Ik weet het wel. Zal iemand beledigd zijn als ik mijn drankje vervang? Tomatensap, help me. Wat zou ik zonder jou moeten? Alleen een vampier zou het verschil weten. Dat is het. Bedankt, meiden. Ik heb zo'n dorst. Ik neem nog een slokje. Ik denk niet dat dat tomatensap is. Holy moly. Waar is de badkamer? Hij is zo gevoelig. Net als ik. Hij is zo schattig. Kijk naar die slaapkok. Goedemorgen, Drac. Hoi, Chloe. Waarom zit je op het plafond? Oh, dat ben ik. Hoe heb ik geslapen? Prima, maar ik was eenzaam. Dat kun je helpen oplossen, toch? Vraag je me uit op een date? Ja, ik doe mee aan de telefoonknappert. Daar gaat ze. Hé, wat is het voor geluid? Wie is daar? Kom naar buiten. Jij weer. Ik zal haar alles vertellen. Oh, je zou niet durven. Sta me nooit in de weg. Dat zal een lesje voor je zijn. Laat me gaan. Ze moeten waarheid weten. Dat zullen we nog wel eens zien. Oh, ik ben zo cool. Eens kijken wat je haar gaat vertellen. Firefly, lees het voor. Hahaha, nu zal niemand mijn geheim kennen. Wat? Is de brandalarm afgegaan? Dat is jammer. We moeten rennen. Wat is hier aan de hand? Waarschijnlijk een boormachine. Ik denk dat ik al te laat ben. Nou, hier ben ik dan. Oh, een vrije tafel. Heb ik een kauwgom getrapt? Oh, wat is dat? Ik hou van konijnen. Hé, waar kijkt ze naar? Ik moet het uitzoeken. Ik kan niet lezen wat er staat. Oh, ze komen er wel. Ik moet iets doen. Hoi, Chloe. Niks. Hoi. Het is niet duidelijk. Ik moet haar op de een of andere manier afleiden, maar hoe leid je een weerwolf af? Wat? Vandaag? Oh. Oh. Wauw, dank je, maan. Het is tijd voor actie. Nu zal niks ze meer raden. Wie is er een braaf hondje? Laat me je krabben. Wil je spelen? Waar is de bal? Phew, ik heb het gehaald. Hallo, Draculaura. Hoi, Chloe. Wat is het thema vandaag? Als je alle referenties hebt gecontroleerd en het juiste slachtoffer hebt gevonden, vergeet dan niet je hoektanden te laten zien. Ik hoop dat ik niet opgeroepen word voor het bestuur. Wauw, Miss Vamp is zo cool. 5 liter per minuut is mijn persoonlijke record. Nu heb ik een vrijwilliger nodig. Naar het boord. Mag ik, mevrouw Vamp? Ik ben hier. Ik niet. Draculaura. Er is iemand anders die het wilde hebben. Nee, je komt naar het boord of ik markeer je afwezig. Wat heb ik eraan? Oké, ik zal proberen. Ik denk dat ik een zere slagstand heb. Mag ik naar huis? Jongeman, bij mij werkt dat niet. Oké. Deze hapjes ga je in je leven nog vaak nodig hebben. Drac, wat ben je aan het doen? Ik heb besloten geld te besparen op de verzekering. Wat denk je? Ga zitten. Je mag hier niks doen zonder hoektanden. Wie is de volgende? Oh, mijn Draculaura. Je bent zo prachtig. Ik kan geen genoeg van je krijgen. De kus moet perfect zijn. Een tomaat is de beste praktijk. Mwah, kom naar me toe. Ik denk dat ik vastzit.
Mijn hoektanden! Ja, dat is een geweldig idee. Ik leg ze gewoon terug. Zo goed als nieuw. En nu komen we bij het belangrijkste deel. Knip mooie lippen uit een fel rood karton. Nu heb ik een backup. En voor nu kan het een speld zijn. Oh, Draculaura. Dit is voor jou. Ik hoop dat je een hint kan begrijpen. Natuurlijk kan hij dat. Hij is de beste. De timer staat aan. Ik hoop dat ik het op tijd haal. Cheers. Hé, Klo, kom hier. Lachen. Doe het nog eens. Wacht, ik haal iemand. Drac, kunnen we een foto maken? Oh, misschien een andere keer? Je bent terug. Zet me op de foto. Ze zien dat ik geen vampier ben. Laat zien, laat zien. Nee. Rubberen band, help me. Ik denk dat het begint te werken. Ha, het is zo goed als dat ooit was. Gewoon stil, oké? Jullie meiden waren geweldig, maar jullie zijn er niet. Hij is een vampier. Oh, juist. Ik heb ook geknipperd. Je ziet er gelukkig uit. Dat is niet leuk. Oké, ik kan iets voor je achterlaten als aandenken. Oh, dat vergeet je zeker niet. Bijna klaar. Je kan er naar kijken. Is dit een grap? Ja, hilarisch. Ik heb Wolf al zo lang niet meer gezien. Misschien heeft ze me ge-sms'd? Nee, dat is zo triest. Ik weet hoe ik ons beiden gelukkig kan maken. Dat klopt. Ik zal een standbeeld voor haar maken. Eerst moet ik haar silhouet vanuit twee hoeken tekenen. Dat is het. Laten we nu extra delen verwijderen. Wolf, je bent prachtig. Nu zullen we altijd samen zijn. Zwaai naar me. Net echt. Het is je tijd. Het is je tijd om te schrappen, baby. Hé, probeer haar aan te raken en je krijgt met mij te maken. Wat? Ze kan praten? Auw, dat doet pijn. Is hier iemand? Vreemd. Waar waren we? Hoi, ik heb een tafel voor ons. Geweldig, en ik heb drankjes meegenomen. Laat me je kussen. Oh, Klo. Oh, ze weet het niet eens. Oh, Harbal. Liefde gaat me vermoorden. Kijk, een hart. Het is voor jou. Ik wil het niet, bedankt. Het is nat en het ruikt naar hond. Dit lijkt me een goed moment. Draculaura, dit is voor jou. Maak het tenminste open. Oh, ik kan het niet geloven. Het is een gelimiteerde editie. Mag ik het passen? Wauw, precies mijn maat. Wat? Zijn ze zilver? Oh, mijn lichaam staat in brand. Ik was vergeten dat je allergisch was. Ik los het wel op. Maak je geen zorgen. Oh, wat een marteling. Nu is er de perfecte gelegenheid. Maar ze zijn zo aardig voor me. Weet je zeker dat je niet gewond bent? Ik kan medicijnen voor je halen. Wat doen die tortelduifjes aan mijn tafel? Hé jongens, hebben jullie het bordje gezien dat de tafel gereserveerd is? Oh, ober, mag er iets exotisch voor mijn dame? En hetzelfde voor mij, maar dan zonder knoflook. Oké, nog iets anders? Maak het gewoon snel. Wat magische avond. Kijk eens naar deze truc. Ha, je had je gezicht moeten zien. Weet je wat ik al heel lang wil doen? Je bloemen geven, sufferd. Oh, Drac. Kijk naar ze. Ze hebben mijn plaats ingenomen. Nu geven ze me opdrachten. Prima. Wil je exotisch? Je hebt het. Laten we beginnen met inktvisinkt. Die gaan perfect met ratribben. Geen knoflook, zoals gevraagd. En een laxeermiddel met een compliment van de chef. Bon appétit. Uw bestelling is klaar. Geweldig. Waar zijn de vorken? Ik wil je manager spreken. Je wilt een manager, die heb je. Excuse me, er is sprake van een misverstand. Je hebt je stoelen door elkaar gehaald. Hier is de jouwe. Ik ben zeurderig? Dat is het. Je hebt net twee klanten verloren. Kom op, lieverd. Dat is wat ik wilde. Zij is hun portemonnee vergeten. Hé, lieverd, jullie zijn iets vergeten. Oké, dan neem ik als tip. Ik kan het niet langer uitstellen. Het is te lang geleden dat ik aan het werk ben geweest. Ik ben er klaar voor. Ik heb alle mogelijke informatie verzameld. Haar gewoontes, hobby's, favoriete band. Zelfs waar ze haar boodschappen haalt. Alles wat overblijft is het samenvoegen tot één plan. Deze keer zal er geen genade zijn. Laten we je jas knippen. En je charmante, lieve glimlach. Wolverine, wat zou jij doen als je mij was? Je hebt gelijk. Ik moet naar mijn hart luisteren.
Heb het op jouw manier. Ik zal er maar gaan. Maar eerst moet ik haar hart winnen. Ik hoop dat ze me niet neerschiet. Nee, het is niet genoeg. Ze verdient beter. Dat is veel en veel beter. Dat vindt ze zeker leuk. Oh, wie kan de zwarte rozen weerstaan? Mijn boeket is perfect. Oh, Chloe, we zullen zo gelukkig zijn samen. Je hebt geen idee. Ik denk dat zij het is, mijn koningin. Heb je me gemist? Vond je onze nieuwe video leuk? Like, abonneer en klik op de bel. Tot de volgende keer!